In het kader van duurzaam onderwijs blijkt er voldoende draagvlak te zijn onder leerkrachten, vooral onder die van het binnenland, voor het uitvoeren van beleid voor het bevorderen van gelijke kansen binnen het basisonderwijs. Dit wijst het onderzoek uit van Muriel Hoepel naar mogelijkheden om gelijke kansen binnen het basisonderwijs te bevorderen in het kader van duurzaam onderwijs. Hoepel verdedigde vandaag haar thesis gelijke kansen in het Surinaams basisonderwijs. Van een moeizaam traject naar een waardevolle realisatie. Uit haar onderzoek blijkt ook dat 48,3% van de respondenten bereid is een bijdrage te leveren aan beleidsverandering ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs. En het blijkt ook dat 48,3% van de respondenten wel bereid is een bijdrage te leveren aan beleidsverandering. En 42,9% van de respondenten die deelt graag mee en participeert graag bij beleidsverandering. En dit betekent dat er ruimte binnen het formuleren beleid is om de participatie van leerkrachten aan te lokken. Hoepel geeft als aanbeveling mee aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat in het kader van duurzaam onderwijs er beleid gemaakt moet worden, zodat de participatie van leerkrachten en schoolleiders vergroot kan worden. Daarnaast moet volgens haar ook gewerkt worden aan de bevordering van planning. Soms is het zo dat leerkrachten naast hun huis geplaatst willen worden, maar hun deskundigheid is elders nodig, dus daar moet ook naar gekeken worden. Het initiëren van internationaal ondersteunende innovatieve programma's, zoals alle leerlingen voorzien van laptops, net zoals dat gedaan is in Jamaica en Barbados. Zware investeringen staan gedaan. En als wij dat hier kunnen doen, het ministerie heeft wel het initiatief genomen om leerlingen van het binnenland van tablets te voorzien. En leerkrachten zijn ook in de gelegenheid gesteld om een PC aan te schaffen, maar er moet een grotere ondersteuning komen vanuit de overheid om deze programma's door te voeren. Bij het stimuleren van duurzaam onderwijs vindt Hoepel dat wet en regelgeving voor onderwijs aangepast moet worden. Die zijn gestoeld op de vaardigheden van de 21ste eeuw. Met het verdedigen van haar thesis verkreeg Hoepel de titel van Master in Onderwijskunde voor Leren en Innoveren.